Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je het snelst kan levelen in Call of Duty Black Ops 3 natuurlijk. Dus kijk deze video helemaal af. Het is een hele lange video, dat weet ik wel. Maar het is zeker kijken waard. Dus laten we nu een potje gaan zoeken om te kijken hoeveel XP we kunnen verdienen. Oké, op welke map kun je het beter doen natuurlijk dan op de map Nuketown? Want Nuketown is om te beginnen lekker klein en compact. Dus heb jij al kans om veel meer kills te droppen dan op een andere map natuurlijk. Ik ga je gewoon door middel van dit potje even een beetje uitleggen hoe je dus veel XP kan verdienen in een potje, waardoor je dus sneller kan levelen. En laten we beginnen. Begin gewoon met een klas aan te maken waar jij chill mee kan spelen. Luister niet naar andere YouTubers. Maak je eigen klas. Je kan wel een beetje kijken naar de setup van andermans klas natuurlijk. Maar speel gewoon met een wapen waarvan jij weet dat je er chill mee kan spelen natuurlijk. En niet moeite mee hebt, laten we daarop houden. Daarom moet je ook gewoon de goede perks aanzetten. Ik ga jullie niks verbieden, maar mijn perk setup is... Oh, let's go. One second, jongens. Mijn perk setup is Ghost voor het counteren van de enemy UAV's, waardoor je lekker door kan rushen en bijvoorbeeld in een spawn terecht kan komen. Ook vind ik het chill. Ik ga steeds die bar out of the map. Om flakjacker te gebruiken, natuurlijk voor het counteren van de explosives, waardoor je weer meer dingen kan overleven. Zoals bijvoorbeeld scores die je dan tegen je krijgt. Ook scavenger natuurlijk, waardoor je geen andermans wapen of te pakken, et cetera. Waardoor jij gewoon met jouw wapen kan blijven spelen. Ja, verder rest moet je gewoon zelf weten. Oh, hij zit hier boven. Wat ik ook chill vind, is streaks. Het tweede puntje waar ik het nu over ga hebben met jullie zijn de streaks. Zoals jullie zien, speel ik met de UAV, Raid en de Lightning Strike. Waarom ik dat doe, is dat is een puntje waar ik dadelijk ook weer iets over uit ga leggen. Namelijk medals. Want medals zorgen voor jouw XP. Het klinkt heel raar, maar de medals die je dus in je beeld krijgt, zorgen voor je XP. Dat ga ik na dit potje laten zien. De medals die jij in een potje verdient, oh shit, die tellen bij elkaar op en daar krijg je dus ook XP voor. Hoe meer medals jij dus in een potje haalt, hoe meer XP je dus krijgt. De meeste XP krijg je voor een jumpshot, dus je moet zoveel mogelijk proberen te jumpshotten. Nou, dat ben ik dus nu ook aan het doen. Ik haal ongeveer zo 10 tot 20 jumpshots in één potje. En dat is best wel chill, want jumpshots zorgen ervoor dat jij natuurlijk een medal krijgt. En die medals, zoals ik natuurlijk al net heb gezegd, zorgen weer voor XP. Zo zit deze game in elkaar. Zo zit elke game een beetje in elkaar. En ja, als je natuurlijk nucleus dropt, verdien je natuurlijk ook super veel XP mee. Dus dat is natuurlijk gewoon heel erg chill. Maar ik zal jullie dadelijk dus laten zien na dit potje wat mijn medals en alles zijn geweest. Ook kan je scoren natuurlijk, maar dan moeten we eventjes dan wel de kans voor krijgen. We spelen nu al heel leuk upname natuurlijk. Maar dat zegt niks. Ja, want ik scoor nu. En ik kill iemand, let's go. Als je dat kan doen is helemaal mooi natuurlijk. Dan hebben we weer bijna onze streakjes. Sterker nog. Die heb ik nog niet. bijna. Ah, 35 punten voor mijn raid, ben ik dood. Maakt niet heel veel uit, want ik heb ook nog mijn lightning strike. Die ga ik ook gewoon nu benutten. Hopelijk wat killetjes mee. Nee, oké, die heb ik dus gewoon... Oh ja, eentje nog. Ik dacht dat ik hem even helemaal voor niks had ingeroepen. Ja, eigenlijk wel, want één kill is ook niks. Ik wou net zeggen, hoe survive in een fucking lightning strike? Het mooie is ook, als het dus door XP is, kan je opnieuw dan gewoon 100k XP droppen, makkelijk. Dat is het mooie. Dat is waarom ik ook niet blijf haken. Dat is ook waarom ik nu op dit moment bijna level 500 ben. Omdat toen de game natuurlijk net uit was, er alleen maar Nuke dan gespeeld werd. Dus, en in weekend gelijk door XP was, vandaar dat ik al in een maand precies master was, wat echt... heel, maar dan ook echt heel erg snel was. Dus
Oh, bro, er komen te veel aan. Maar kijk, let op, hè. We hebben dus in één helft of fucking 42 kills. Waarvan er misschien 10 jumpshots zijn. Zoals je ziet, er zitten ook best wel hoge mensen in deze lobby natuurlijk. Maar ik ben op dit moment zwaar MVP van heel dit potje. Dus, ja. We staan 2-2. Ik wilde eigenlijk nog wel één keer proberen te scoren. Maar dan moet ik even mijn rate in de lucht hebben hangen. Die heb ik ook bijna op dit moment. Dus we moeten eventjes wat rustiger spelen. Dan heb je natuurlijk weer meer kans om jouw rate dus te droppen. Maar ik moet nog 400 punten en dan heb ik mijn lightning. Ik heb ook nog mijn side, zoals je ziet. Dat was ook vergeten te zeggen. De specialist natuurlijk zorgt ook voor XP. Dus zorg natuurlijk dat je met een specialist speelt waar jij goed mee overweg kan. Zo heb ik de side en ik word geoutgunned door een XR2. Dus ik ben ook mijn side kwijt. Wel toevallig dat ik het net over goed omgaan heb en dan dat ik ermee dood ga. Je altijd zien de timing en ik word gelijfd door een vuurwiel. Oké, okay, let's go. Je probeert opnieuw mijn streaks te halen. Oh. Kijk, het nadeel van deze lobby is dus dat we met mensen zitten die de game ook best wel doorhebben, zoals ik namelijk zeggen. Het is best als je namelijk mensen hebt die nog geen level 100 zijn geworden of iets. Die zijn het chill om tegen te spelen, want die hebben nog niet elk trucje van de game door. Dus die weten nog niet echt hoe ze moeten lopen. Dus dat zijn eigenlijk de lobby's die je moet hebben. Maar ja, die kan je natuurlijk niet uitzoeken. Net zoals ik had net in de lobby hiervoor, ging ik in TDM. Ging 42-3. En nu sta ik 51-12. Dus dat kan elke lobby verschillend zijn natuurlijk. Dat is in mijn rug. Ik heb mijn lightning strike. Oh nee. Waarom? Ik choke al twee keer mijn raid dit potje, maar hopelijk kan ik dan die medals terughalen met jumpshots bijvoorbeeld. Nu zijn ook een assist, oh, okay, niet. Nu moet ik zeggen dat de medals van de raid bijvoorbeeld weer minder XP opleveren dan jumpshots en ik word getomahawkt. Dat is dus wel het nadeel. Maar ja, dat is bij elke scoreschiek, want elke scoreschiek geeft je ook maar 25 punten en een normale kill met een wapen 100. Let's go. Kijk, dat is een mooie double kill. Die moet je ook altijd wel hebben. Dat is ook een medal. Elke medal is geld waard, moet je eigenlijk zeggen. Of XP waard. Zo moet je het maar even bekijken dan. Oh, ze spelen met C4's. En ze laten ze arm worden, dat als je er langs loopt, dat je dan de lul bent. En ik word gefused, jongen, again. Hij zit daar te campen, jongens. Zie je hem daar? Kom. Jammer, joh. Ik heb weer mijn site. Kom op, teammates. Ga ervoor. Nice, teammates. We staan voor. Probeer ook altijd een potje te winnen. Dan krijg je natuurlijk weer extra match bonus. Spamtrap is natuurlijk ook mooi. Oh, dan word ik getomhaald. Wauw. Had ik maar tactical match kan moeten zetten. Dat is mijn eigen schuld. Wat je ook ziek makkelijk kan halen opnieuw is namelijk 10.000 punten. Dat is ook echt easy peasy lemon squeezy. Ja, ze zitten allemaal hierboven, let op. En dan zitten ze in mijn rug. Omdat ze allemaal weer weg zijn opeens. De enemy mogen niet meer scoren, het is nu op dit moment gelijk. Ik wil wel even dat we winnen, anders wordt het wel een heel lang potje. Dan wordt het overtime. Fucking hell. Het wordt waarschijnlijk overtime worden. Dus aan de ene kant wel een voordeel, aan de ene kant ook een nadeel. Voordeel is omdat het potje langer duurt, oké.
Kom op, teammates. Oh, links van mij. Ah, jammer. 71 kills, jongens. Holy shit. 71. Dan hebben we bijna alles gewoon met de gun gehaald, hè. Zo, mijn een was hier very scheef. En daar was ik nog voorbij gelopen. Zo, jongens, mijn stem nog steeds echt brok. Oh, hij stond voor me. Het wordt dus overtime. Het wordt een hele lange video, dit. Dat weet ik 100% zeker. Maar ja, we hebben bijna 10.000 punten. We kunnen de 10.000 punten halen en misschien een 100 plus. Dan moeten we nog 28 kills verhalen. Het kan lukken. Maar ja, we gaan eerst nog kijken hoe lang het duurt. We hebben nog 2 rondes. Het ligt eraan hoe snel wij of de enemy scoren. Binnen die tijd moeten we dan nog een doelpunt maken. Pay and spray. Oh, get fucking turned. Oh, ze zijn boven het campen, dat is zo'n kutspot. Ze zitten allemaal voor me, holy shit. Kom op, jongens. De enemies hebben een raid, dat is wel heel erg kut. Oké, nice, ik ben in enemy spawn. Enemy, nee! Oh, dit is jammer. De enemies hebben nu een raid natuurlijk. En ze hebben een hater. Are you kidding me, jongens? Hoe komen ze daaraan? Ze gaan zo het allemaal negatief houden. Kijk, dit is wel jammer, hè. Let's go. Ze hebben ook nog raps, hè? What the fuck? Je kan ze proberen te destroyen, daar krijg je ook weer punten voor. Daarvoor heb je dus flakjack nodig, jongens. In dit soort situaties. Ah, kijk, nu ga ik dood omdat ik op mijn rap schiet. Kut. Dit wordt echt een extreem lange video, jongens. Holy shit. Oké, ik ga voor de score, jongens. Oh nee! Zo, man, midden. Shit. Nee, de Fury Song motherfucker zit daar te campen de hele tijd. Nu is hij dood, let's go, team scoren. Nee. En dan zitten ze daar te campen. Oh, we hebben 10.000 punten, jongens, let's go. We hebben 10.000 punten. Oh my god. Jongens, doe iets met die bal, kom, score of zo. Het duurt al zo lang. En hij wist dat ik daar liep. Oh, jammer. Ik wou maar even turnen namelijk. Of gewoon backweepen. En dan heeft hij een ripper. Ja, dat is wel heel slim om te gebruiken op uplink trouwens. Een ripper. De enemies zijn ook slim. Die willen ook niet scoren. Dus die denken natuurlijk van, dat duurt het potje lekker lang. Wegwezen. Oh, ik heb bijna 100 plus, nog 3 kills.
Oh, ze hebben weer een hate. Are you kidding me? Kom op, jongens. 2. Nog 1. Oké, let's go. We hebben 100 kills. Let's go. Bam, we hebben 100 kills. 38 deaths. Wat, dat zijn er wel een beetje veel. Nou ja. We hebben nog één hele ronde te gaan. Dus wie weet waar dit naartoe kan leiden. You never know, hè. You never know. Kom op, jongens. Nog 4 minuten te spelen. Tenzij we nu binnen die 4 minuten scoren, geloof ik. Oh, let's go. Cheeky begin daar. Kom op, teammate. Nee, ik word genaaid door die flikker. Shit. Kom op, Lightning. 1, 2, 3. Oh my god, ze hebben een raid, jongens. Kut. Ja, die raid gaat nu alleen maar achter mij aan. Dat is het probleem. Die zwaard zit binnen. Kom op, teammate. Oh. Oh nee, die raid, jongen. Waarom? Kan die sentry gun er niet uitknallen of zo? Okay, die raid gaat weg. Of toch niet? Nee. En we hebben gewonnen, geloof ik. Maar we hebben gewonnen. Of niet? Nee, we hebben verloren. We hebben nu alsnog verloren. Ja, we hebben verloren. Kut. We hebben het potje wel verloren. Maar ja, het is echt een teringlange video, holy shit. We hebben wel 106 kills. Dat wel, 12.665 punten. De 1 Emmy heb ook 10.280 punten. Maar, we gaan even kijken hoeveel XP we dit potje hebben verdiend. We hebben alsnog bijna 4.000 match bonus natuurlijk. Dat is superveel. Laten we even kijken hoeveel XP we hebben verdiend, jongen. En 3, 2, 1... 37.484 XP. Natuurlijk. We hebben, even kijken. Hoeveel jumpshots hebben we gehaald? Die zal hier wel ergens staan. 25 jumpshots. Dat is natuurlijk superveel. En daar hebben we 2500 XP voor gekregen. Jongens, hierbij zit deze video op. Laat je blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij natuurlijk enorm. En dan zie ik jullie morgen weer om 3 uur precies bij een nieuwe video. Doei.